Het suïcidecijfer van Suriname is heel hoog. Jinty Mangru, directeur directoraat jeugdzaken, geeft aan dat Suriname in de regio op de tweede plaats staat en globaal in de top 10 als het gaat om suïcide. Volgens minister Steven McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken is Suriname dit jaar geconfronteerd met een enorme toename van suïcidegevallen. Vandaar dat het noodzakelijk was om een gedegen onderzoek te laten doen. En bij ons is het voornamelijk onder jongeren. En deze status vonden wij alarmerend. Aangezien dit onze doelgroep is 0 tot 30 jaar. En dus wij vonden dit een alarmerend cijfer. En dan stel je dan de vraag, wat maakt dat jongeren tot suïcide willen overgaan? Wat maakt dat ze ervoor kiezen om definitief te stappen uit het leven? Wat zijn de problemen, de uitdagingen waarmee ze zitten? Zien ze geen andere oplossingen meer? Kunnen zij zich nu door de struggles heen slaan van het moment en wachten tot het beter wordt? Dat zijn de vragen die bij je opkomen als je hoort dat veel jongeren dus kiezen om suïcide te plegen. Bijvoorbeeld in de periode 2013-2019 hebben ongeveer 823 jongeren in de leeftijdsgroep 12-30 jaar de stap genomen om zich van het leven te onttrekken. En sorry consultant, ik wil niet uw presentatie hier houden. Maar dat geeft toch wel aan dat we te maken hebben met een zeer ernstig issue. Een issue die we niet moeten onderschatten. Een issue die waarschijnlijk maakt dat vandaag de dag nabestaanden nog steeds leven met misschien een schuldvraag. Maar ook met hetgeen de directeur eerder aanhaalde. Waarom is deze stap gepleegd? Vanwege de hoge suïcidecijfers hebben twee deskundigen onderzoek gedaan naar waarom vooral jongeren de stap nemen om zelfmoord te plegen. De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd door Gracielle Hunte en Fariel Ishaak. Om suïcidaal gedrag te begrijpen, heb ik een zoektocht gehad naar verschillende theorieën. En uiteindelijk ben ik hierop gekomen. Om suïcidaal gedrag te begrijpen is het belangrijk om te kijken wat de risicofactoren zijn. Die heb ik dan in kaart gebracht. Verder zijn er voorwaarden voor suïcidaal gedrag. Met voorwaarden wordt bedoeld, suïcidaal gedrag ontstaat niet zomaar. En het derde is die beschermende factor. Dat wil zeggen, hoe kunnen we voorkomen dat het eigenlijk zo ver komt. Ja, omdat dat ook belangrijk is om mee te nemen bij de voorgestelde actiepunten. Er is ook gekeken naar de LGBTQ-gemeenschap, omdat vanuit de theorie is aangegeven dat deze groep een grotere kans maakt op het ontwikkelen van die suïcidale gedachten. Bij het onderzoek hebben 362 of 15% van de jongeren aangegeven dat ze zich identificeren met de LGBTQ-gemeenschap. 21% daarvan was man en 79% vrouw. 33,4% van de jongeren heeft aangegeven dat waarschijnlijk vanwege hun seksuele geaardheid ze discriminatie ervaren en of niet geaccepteerd worden. Het ministerie heeft bewust gekozen om de onderzoeksresultaten en het actieplan aan de samenleving te presenteren aan de vooravond van Wereldsuïcidepreventiedag. Deze wordt morgen, zaterdag 10 september, wereldwijd en ook in Suriname herdacht.